Hebben jullie hem al besteld? De kerstpakketten van de Ter Borgse Wijncentrale. Het eindejaarsgeschenk voor uw relatie of collega. Kijk op twckerstpakket.nl. November loopt alweer bijna ten einde en we hebben toch wel weer een aparte maand. Het was aan de zachte kant. Het gras groeide nog heel die deur. En ja, er viel neerslag. We zitten tussen de 40 en de 50 mm zo'n beetje in de Achterhoek. 70, 80 is normaal. Maar gooi wat meer naar het westen toe, vooral de kop van Noord-Holland. Ja, dus een plaats waar 170 mm al is gevallen deze maand. Meer naar het oosten is het allemaal wat droger en er mag nog best wel wat bijkomen. Maar het geeft allemaal mondjesmaat. We hadden vandaag ook nog niet al te veel weer in de regen meer te zitten. Maar de dag zelf die was best wel aardig. Er waren wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden. En in de middag nog een lokaal beutje. Maar het werd nog 10 tot 11 graden. Vanavond dan zetten de opklaringen deur. En komende nacht is het dan vrij helder. Minimumtemperatuur ligt zo rond de 3 graden. De foto is van Jan Strongs. Mooie foto, zonsopkomst, een beetje nevel. En ja, de silhouetten ervoor met de zon erachter. Wil je ook een foto opsturen? Dan kan de foto @gerritsweerpraat.nl. Het is niet alleen mooi weer om van te genieten, maar er zijn ook beesten die er soms last van hebben dat de temperaturen te hoog zijn. En dat zijn bijvoorbeeld ook de bijen. Die wil graag rust krijgen. En dat zal de komende tijd ook wel gebeuren, want de temperaturen gaan toch langzaamaan wel lager uitkomen. Nou, het weekend is heel anders dan het vorige weekend. Toen was het koud en ook een beetje ja, echt aan de frisse kant met ook s'nachts nog wel lichte tot matige vorst. Nou, dit weekend is dat helemaal niet aan de orde, want de zaterdag hebben we in de ochtend nog zon met ook later wel wolkenvelden en in de middag een afwisseling van wolkenvelden en zon en een graad of 9 tot 10. Maar het bleef zaterdag ook droog. Andere koek is het zondag. In de nacht naar de zondag wat meer bewolking, wordt het ook niet meer zo koud met 5, 6 graden. Maar zondag overdag in de ochtend eerst nog droog. Maar later hebben we toch regen, een regengebied dat over de Achterhoek trekt. En temperaturen komen dan ook iets minder hoog uit met een graadje of 9. Een grijze zondagmiddag, maar ook de maandag doet nog even met ook wel wat buien en temperaturen die nog zo rond de 9 graden liggen. Daarna, vanaf dinsdag, gaan we wel een droge periode tegemoet. Maar de wind die gaat ook langzaam wat meer naar oostelijke richtingen. Dus de dagtemperaturen komen wat lager uit. Maar ook 's nachts gaat het wat kouder worden. Ik wens iedereen een prettig weekend en goed gaan.